Welkom en fijn dat u weer kijkt naar U in de Wijk Overvecht. We hebben drie onderwerpen voor u. We beginnen met verslaggever Pim. Hij is aanwezig bij de wijkraadbijeenkomst over de gevolgen van woonbeleid in Overvecht. De Wijkraad Overvecht spreekt over wonen. Er zijn weinig dingen die belangrijker zijn dan een veilige woning en een prettige woonomgeving. En een van de raadsleden aanwezig bij deze wijkraadsvergadering is Hint Dekker van D66. Wat moet er over één jaar echt verbeterd zijn op het gebied van wonen in Overvecht? D66 vindt middenhuur en goedkope koop het antwoord op de sociale huurproblematiek. Omdat je dan kan doorstromen. Want soms verdien je net iets meer dan wat de grens is van sociale huur. Je kan gewone koop, dus meer dan 3,5 ton, niet betalen. Dus daarom moeten we inzetten op dat categorie tussen het sociale huur en de dure koop. Dat de stad groeit, dat is eigenlijk denk ik ook. Maar gewoon, dat weet u wel, denk ik. Er komen 100.000 mensen bij als je naar 2040 kijkt. Dus dat is best een fors aantal tegelijkertijd. Er zijn allerlei plannen gemaakt, maar nog weinig concreet. Wanneer verwacht u concreet dat er geld naar Overvecht komt voor betere woningen, voor betere omgeving? Nou, er gebeurt ook op dit moment natuurlijk van alles. Er wordt bijvoorbeeld gebouwd op de NPD-strook bij het grote winkelcentrum. Het is niet zo dat het stilstaat. Antonius Kwartier is de laatste jaren tot stand gekomen. We zijn bezig met de mix op Camera Obscura Dreef. Om daar te zeggen, we gaan het aantal sociale huurwoningen daar verminderen en middenhuur terugbrengen. In ruil daarvoor extra sociale huur op andere plekken in de stad, zoals op het defensieterrein. Dus dat is nou onze aanpak. Hè. Wij zeggen de sleutel voor een meer gemengd woningaanbod in Overvecht ligt juist in andere wijken, want daar moeten we dan extra sociaal toevoegen om hier juist kansen te maken voor Overvechters die willen doorstromen naar middenhuur of een betaalbare koop. Ik maak mij een beetje zorgen over de plannen voor Overvecht en dat heeft twee redenen. Dat ze toch heel erg over de hoofden van de buurten en de bewoners worden gemaakt en die in een laat stadium worden betrokken. Dus dat moet je eigenlijk omdraaien. Eerst naar de bewoners, maak een analyse samen met buurten, wat is hier nodig en zo. En als je dan wil gaan mengen en zo, dan moet het echt maatwerk zijn en echt landen bij de bewoners. En we vinden het ook belangrijk dat er voldoende voorraad woningen blijven voor mensen met een echte kleine portemonnee. Dus we hebben een ondergrens geformuleerd van... Nu hebben de 25 wijkraadsleden diverse vragen gesteld en speerpunten. Op welk punt maak je je nou het meeste zorgen? Ja, ik denk toch wel dat het meepraten van de bewoners is. We hebben nu verschillende projecten in de wijk. Zoals bijvoorbeeld de mix nu gaande. Dat is een project waarin een gedeelte van het plein volgebouwd gaat worden. Camera Obscura Dreef? De Camera Obscura Dreef. En eigenlijk waren die bewoners in een vergevorderd stadium om samen met de gemeente daar een heel groen en mooi plein van te maken. Maar wat is er nu in de praktijk aan gaande? Lijkt erop dat er dus heel veel woningen op dat plein gebouwd. En het lijkt een beetje haast alsof de participatietrajecten, de bewoners die mee kunnen doen, zeg maar, die plannen worden aan de kant geschoven. En de bewoners kunnen eigenlijk weer opnieuw beginnen. We hebben daar misschien ook nog een medewerking van de gemeente en ook aan het plein. Op zo'n moment verwacht ik van mijn gemeente dat die zegt, wacht even, maar... Dan gaan we eerst met die buurt eens even over hebben wat daar nou echt nodig is. U gaf aan dat één specifiek punt vlakbij het station in Overvecht, dat niet goed gegaan was. Ja, dat is bij de Camera Obscura Dreef is dat. Dat is iets verder van het station. En daar is ineens een plan in de buurt gedropt waar... achteraf pas bleek, dat stond niet eens in het verhaal, dat de gemeente een plein eigenlijk beschikbaar stelt aan een projectontwikkelaar om dat te gaan bouwen. En ik vind dat echt de omgekeerde wereld. Als een projectontwikkelaar en een corporatie samenwerken, een mooi plan hebben en zeggen we hebben een plein nodig, dan zeg je natuurlijk als gemeentebestuur, het plein is van de buurt, dus we gaan eerst met de buurt praten hoe we dat op een goede manier samen doen. Dat is voor mij echt heel, heel logisch en ik vind het jammer dat dat hier niet zo gebeurt. In hoeverre geeft u garanties aan de bewoners, de buurt, dat ze mee mogen praten aan het nieuw vormgeven van hun woning en hun woonomgeving? Heel belangrijk, vooral ook als je wilt dat mensen die misschien
aan het nadenken zijn over een verhuizing uit Overvecht naar een andere wijk. Als je die mensen wil behouden voor de wijk, en die hebben vaak een hele goede binding met de wijk, zijn ook belangrijk voor de wijk, omdat ze actief zijn in de sportclub of op een school. Die mensen willen we graag behouden, dus alleen al daarom is het belangrijk om bewoners mee te laten praten. In principe gaan de wijkraden gewoon ophouden te bestaan en gaan we het ombouwen tot wijkplatforms. Hoe dat eruit gaat zien, dat weet niemand. Lijkt het. En dat is ook iets van, ja, wat hebben we daar nu eigenlijk aan? Gaat de wijkraad nu eigenlijk nog wel iets kunnen betekenen in de wijk? Kunnen wij nog wel de stem van de bewoner laten horen straks? Dat is een sterke vraag van ons. Heb je daar vertrouwen in? Ik ben sceptisch. Stichting MOVE bestaat 10 jaar en krijgt koninklijk bezoek. Stichting MOVE bestaat 10 jaar. Tijd voor een feestje. En de koning is daarbij. Goedemiddag. Hey. Ja, wat leuk je weer te zien. Wat geleden? Ja, nou ja, een paar jaar. Waar staat Stichting MOVE voor? Stichting MOVE staat eigenlijk voor steeds meer verbinding in de Nederlandse samenleving. We zijn 10 jaar actief in het verbinden van studenten en kinderen om hen gezamenlijk op basis van hun talenten na te laten denken hoe ze hun eigen wijk een stukje mooier kunnen maken. En dat doen we hier in Utrecht, heel veel ook in Overvecht, maar dat doen we ook nog in 10 andere studentensteden in Nederland. Majesteit, medewerkers, bestuursleden, partners van Stichting MOVE, beste mensen, jongens en meisjes, goed om stil te staan bij 10 jaar Stichting MOVE. Waar was u? De koning was er en dan ga ik hem altijd begeleiden met de commissaris van de koning als het lukt in de agenda. Stichting MOVE, studenten, kinderen die dingen doen in wijken. Bijvoorbeeld vandaag hoor ik over de Boemerang, de school in Ondiep. Maar ook in Overvecht, echt een mooie bijeenkomst. De koning was zeer geïnteresseerd. En wat hebben we toch een kapitaal in deze stad. Die kinderen, die studenten, ze laten de stad extra bloeien. De studenten die mee hebben geholpen bij zo'n MOVE-project, ook uit de nodig hier. Maar Zaza, Sascha en Nadine, willen jullie ook. Hoe oud moeten die kinderen zijn? We werken veel samen met kinderen eind basisschool, groep 7 of groep 8. Dus dan ben je 10, 11, 12. En we hebben ook projecten voor het begin van het middelbaar onderwijs. Specifiek voor het VMBO en dan ben je zo'n 13, 14. Dus tussen de 10 en de 14 jaar zijn de kinderen waarmee we samenwerken. Gaat dat via scholen? Altijd via scholen. Wat deden jullie dan nou eigenlijk? Zou je daar iets over kunnen vertellen? We gingen een actie bedenken voor de ouderen. En omdat ze heel vaak geen gezelschap krijgen bij een buurthuis. Daarom hebben we voor hun gingen spelletjes bedenken en met hun gingen we spelletjes spelen en ook andere leuke activiteiten doen. Je was net bij de koning. Wat vind jij van Stichting MOVE? Ik vind het heel leuk en ze doen ook alles wat kinderen eigenlijk willen. Dus daar proberen ze hele leuke dingen mee te doen en ze organiseren de hele leuke dingen. Ja, en wat dan, onder andere? Ze helpen bijvoorbeeld mensen en ze gaan ook meer met het wijk in. En wat dan gaan ze vragen aan mensen wat ze willen en wat ze niet willen. Ja. En wat vind jij het allerleukst? Ik vind het leuk van MOVE dat ze eigenlijk ook de gedachten van kinderen nodig hebben. En dat ze het dan ook uitproberen te maken. Ja. Ja. En tot slot, heb jij net de koning een hand gegeven? Ja. Ja. Mag ik die hand even aanraken? Ja. Ja? Ah, kijk. Dankjewel. Alsjeblieft. Moeten we MOVE zien als een trap? Nee. Ik denk heel erg dat MOVE gewoon voor ieder persoonlijk een andere reden heeft. Dat je daaraan meedoet. Je kan het doen voor persoonlijke ontwikkeling, zoals ik eigenlijk heb gedaan. Je kan het doen omdat je het heel belangrijk vindt om wat bij te dragen aan de samenleving. Dus ik zou het niet zien als een trap, ik zie het wel echt als een einddoel. Omdat je als student echt wat kan bijdragen op deze manier. Zelf ook nog de koning gesproken? Ja, dat was erg leuk. Ik was daar heel toevallig gewoon voor gevraagd om dat te doen. En een beetje zenuwachtig van tevoren natuurlijk. Ja. Maar uiteindelijk een hele lieve man en gewoon heel gezellig. En interessante ideeën voorbij horen komen tijdens dat gesprek. Daarmee komt ook een einde aan het plenaire gedeelte van deze dag. Alexander, waar gaan we?
Tot slot, samen koken, samen eten. De maaltijd wordt gemaakt door een blinde kok. Verslaggever Paul, eet een hapje mee. Vandaag zijn we bij Roosendaal in de wijk Overvecht. Vandaag zijn we op visite bij een eettafel die één keer in de maand hier aanwezig is. De titel van deze eettafel is Samen koken, samen eten. En ook vandaag is er weer een gezelschap van buurtbewoners die vandaag gezellig met elkaar gaan eten. En het bijzondere van vandaag is dat het eten klaargemaakt wordt door een blinde kok die helemaal uit Reuver hierheen is gekomen. Ik ben wat ze noemen maatschappelijk blind. Ik zie alleen maar vanuit mijn ooghoeken. Ja, lezen, et cetera, is niet bij. Ik ben nog net mobiel. En voor de rest is het ja, ervaring om te koken en ja, gevoel. Maar hoe slaag jij er dan in, Robert, om al die lekkere gerechten die we net mochten eten zo lekker klaar te maken? Ja, ik heb natuurlijk mijn hulpmiddelen, zoals een leespen. En die sticker die kan ik met een leespen inlezen en dan inspreken wat erin zit. Ik heb ook een sprekende weegschaal om mijn volumes af te meten. Aangezien ik dat niet meer zie, kan ik het ook niet meer inschatten hoeveel ik natuurlijk ergens in doe. Dus ik heb alles terug moeten brengen naar ja, maten van eetlepels, theelepels, dessertlepels en de weegschaal. Voor de vloeistoffen zeg maar. Als ik zeg 400 milliliter melk weet ik is ongeveer 404 milliliter gram dan. Maar melk is iets zwaarder als water, dus ja, zo compenseer je het en kom je toch weer aardig in de buurt. Maar hoe komt een kok uit Reuven nou in Overvecht terecht? Ja, ik heb hier familie wonen en het is nu alweer 2 jaar geleden dat ik hier op bezoek was. En degene die zou koken hier, die meldde zich op het allerlaatste af op de zondagavond. Waardoor mijn oom ook een beetje die medehelpt hierin zat van potverdorie. En ik tegen mijn oom zei, joh, ik blijf gewoon een dagje langer of 2 dagjes langer, joh. Waarom ben jij nu? Omdat de kok mijn neef is. Hij kookt iedere vrijdag in een zorgboerderij. Maar jij komt hier ook vaker bij deze eettafel. Ik heb namelijk 42 jaar in Overvecht gewoond. Ik woon nu bijna 2 jaar in Maarsebroek. En een oudercomplex. Maar ik heb hier altijd vrijwilligerswerk gedaan. Wat heb jij gedaan, Huip? Ik heb hier dus in dit complex heb ik ook met ouderen gewerkt. In Roosendaal zelf. Ja, je moet het eigenlijk zien als een huiskamer in de jaren 50. En dan kwamen ze bij me en dan begonnen ze te praten. Dus. En dan hadden ze hun oude herinneringen weer op. Ja. Je hebt heel wat verhalen gehoord, hè? Ik heb heel wat verhalen gehoord. Ja. Joop, jij bent hier vanavond bij die prachtige eettafel waar een blinde kok het eten heeft gemaakt. Wat vind je ervan? Nou, ik wist niet dat hij blind was, maar het smaakt heerlijk. Het heeft me goed gesmaakt. Kom jij vaker hierbij samen koken, samen eten? Nou, 1 keer in de maand. En ik sla eigenlijk niet over, dus... Waarom sla jij niet over, Joop? Nou, omdat ik het veel te lekker vind en gezellig. En de mensen weer ontmoeten die hier iedere keer komen. Hoe heb jij die ervaring opgebouwd? Opgebouwd, ja. Het is veel doen. Ik ben beroepstechnisch ook 15 jaar lang kok geweest. Dus ja, dat heeft dan ook meegeholpen natuurlijk om de ervaring op te bouwen. Alleen ja, je moet wel in 1 keer, de wereld staat op zijn kop op het moment dat je dit gebeurt. Ik bedoel, het is 7 jaar geleden gebeurd, nou dat ik mijn gezichtsvermogen verloren heb door een virus in de ogen. En ja, de wereld staat op de kop zoals ik zeg, maar ja, je moet toch verder. En ja, je gaat dus ombouwen, hè? Dat je er wel nog steeds mee aan de slag kan. Ja. En het is een passie, het is een roeping van me in feite het koken. Zeg maar, het initiatief hier zo om samen te koken en samen te eten, dat is wat jou betreft een geweldig initiatief. Dat is inderdaad een heel goed initiatief. Je moet niet thuis blijven zitten achter de geraniums als je zo'n mogelijkheid hebt, zoals hier, om daar naartoe te gaan. En mensen te ontmoeten
En nog een keer gepaste eten ook. Maar één ding zeg, Robert, je bent geweldig geslaagd en de mensen hier hebben ontzettend genoten van jouw heerlijke maaltijd. Heel hartelijk dank. Dankjewel. Dit was het dan weer voor deze week. Ik hoop dat u het leuk hebt gevonden. Heeft u een vraag of misschien wel een leuke tip, ga dan naar overgevecht@uindewijk.nl. Wilt u deze leuke filmpjes nogmaals bekijken, ga dan naar uindewijk.nl. Bedankt voor het kijken en tot de volgende week.